Voordat we beginnen met de vraag, zou je jezelf willen introduceren? Ja, hallo, ik ben Walter Jager en ik werk hier aan de Rijksuniversiteit Groningen. En wat is je functie? Ik ben universitair hoofddocent. Mijn achtergrond is in sociale wetenschappen. En ik ben vooral geïnteresseerd in sociale complexiteit en maatschappelijke verandering. Een mooi woord, transitie naar duurzaamheid. Je hebt een grote focus op duurzaamheid. Ja, duurzaamheid is een passie van mijn hele onderzoeksleven. Ben ik daar eigenlijk al mee bezig geweest, omdat ik daar toch wel zo grote zorgen over heb. Ja. En ik heb, denk dat het een grote uitdaging voor deze wereld is om te verduurzamen. Dank voor je korte introductie. Dit is weer zo'n specifiek gericht voor het Schiermonnik Hoog. Kunt u vertellen wat uw connectie precies is met de Waddeneilanden? Ja, de Wadden is natuurlijk een prachtig gebied. Ik kom van kinds af aan al op de eilanden. En op het Wad, ik geniet daar altijd ontzettend van, zowel Noordzee als het Wad, als de eilanden. Ik mag er heel graag zeilen. Ik heb een boot liggen op Lauwersoog. Heel vaak, weekends ben ik op Schiermonnik Hoog te vinden. Dat is natuurlijk een prachtige, prachtige plek. Ja. Dus u heeft best wel een connectie met de Waddeneilanden? Absoluut, absoluut. Het is mijn tweede thuis. Nou ja. Misschien haast wel mijn eerste. U zei net dat duurzaamheid voor u een erg belangrijk onderwerp is. Hoe komt dat zo? Duurzaamheid is voor mij heel belangrijk omdat ik me realiseer dat we één planeet hebben. We hebben geen reserveplaneet. En als ik zie hoe we op dit moment met onze planeet omgaan, dan baart het me toch wel de nodige zorgen. En ik denk dat je als wetenschapper ook de verantwoordelijkheid hebt om het bij te dragen om tot een koersverandering te komen richting meer duurzame planeet. Want we doen het niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en onze kindskinderen. Zeker. Ja. En de generaties daarna. Ja. Want u zegt het baart u zorgen, wat baart u dan precies zorgen? Wat me zorgen baart is dat wij toch een beetje vastzitten in een korte termijn economisch denken, waarbij we niet nadenken over van wat onze keuze van vandaag eigenlijk voor consequenties hebben voor de volgende generaties. Het heeft ook mee te maken van wat je nu doet, dat voel je niet direct morgen. Maar die consequenties die kunnen wel behoorlijk groot zijn. En ik denk dat we dat op dit moment al beginnen te merken. Ja, zeker. En hoe bedoel je dat merken? Wat zouden we merken? Wat we op dit moment merken is dat op verschillende plekken op deze wereld klimaatverandering toeslaat. Dat zie je vooral in bijvoorbeeld de toenemende droogte. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld in Soedan een grote hongersnood. Maar wat ook bijvoorbeeld bekend is, is dat het conflict in Syrië ook te maken heeft met verdroging. Ja. En wat dat betreft, die grote migratieproblematiek, zou je kunnen zeggen, is ook weer een gevolg van klimaatverandering. Ja. Dus het is veel gecompliceerder dan alleen maar een zeespiegelstijging. Het heeft dus te maken met de hele maatschappelijke orde. U neemt het nu best wel groot, hè? Maar als we nu focussen op bijvoorbeeld het eiland Schiermonnik Hoog, wat zou volgens u veranderd moeten worden om Schiermonnik Hoog duurzamer te kunnen krijgen? Nou, eerst wat zijn eigenlijk de bedreigingen voor Schiermonnik Hoog? Want het eerste wat je natuurlijk te binnen schiet is een stijging van de zeespiegel. Ja. Of bijvoorbeeld de toename van stormen, ruig weer. Dus heb je te maken met duinafslag. Dan krijg je op een gegeven moment de vraag van, moeten we de kust daar verdedigen? Moet het net zoiets worden als bijvoorbeeld de Duitse eilanden die heel zwaar met beton zijn verstevigd? Dat zou natuurlijk een maatregel kunnen zijn. Maar als je nou eens verder denkt over bijvoorbeeld mogelijke economische gevolgen van klimaatverandering, dan kun je je best voorstellen van dat we in een economische crisis terecht zouden kunnen komen. En dat er bijvoorbeeld verstrekkende consequenties hebben voor bijvoorbeeld toerisme. Dat er steeds minder mensen dan in staat zijn om vakantie te kunnen vieren. Maar goed, dat is natuurlijk veel groter dan alleen Schiermonnik Hoog. Dat is natuurlijk wereldwijde problematiek. Maar je kunt je voorstellen van dat het meer dan alleen de zee is. Maar dat het ook de hele economische, sociale omgeving is die verandert. En een behoorlijke invloed kan hebben op de toekomst van Schiermonnik Hoog. U noemde net al een aantal gevolgen. Bijvoorbeeld de stijgende zeespiegel. Ja. Wat eventueel opgelost zou kunnen worden met een betonnen muur, zoals ik het goed heb. Wie is volgens u daar verantwoordelijk voor om zoiets
te ondernemen? Om dit soort kustverdedigingen te bouwen? Ja. Ja, uiteindelijk is dat een Nederlandse staat en dan zijn wij met z'n allen. En dat betekent dus in feite dat het vanuit belastinggeld moet gebeuren. Ja. En dan is natuurlijk uiteindelijk de vraag van, kunnen we het ons nog permitteren? Hè? Stel je eens voor over zoveel jaar die zeespiegel echt fors gaat stijgen. Van, dan kun je je voorstellen dat economisch meer belangrijke gebieden, dat die een hogere prioriteit krijgen bij een versterking van de zeeregulering, dan gebieden die relatief klein zijn en in verhouding een hele grote kustlijn hebben. En dat betekent dat bijvoorbeeld de Waddeneilanden direct in een kwetsbare positie terechtkomen. En je zou je ook kunnen voorstellen dat hele gebieden, bijvoorbeeld het noorden van Nederland, waar toch wat minder economische activiteit is, dat men zich gaat afvragen van in hoeverre gaan we daarin investeren in de kustvereniging. Nou, daar praat ik misschien toch wel over redelijk ver in de toekomst. Ja. Maar ik denk dat het op dit moment wel belangrijk is om die discussie ook eens te voeren. Want ik denk dat als je het hebt over klimaatverandering, dat we het niet moeten hebben over de komende 10 jaar, maar dat we het lef moeten hebben om eens 100 jaar in de toekomst te kijken. Ja. U zegt eigenlijk dat mensen op Schiermonnikoog daar niet alleen verantwoordelijk zijn, maar eigenlijk heel alle Nederlanders tezamen zouden er iets aan moeten doen. Ja, uiteindelijk denk ik van dat wij allemaal, als, met een mooi woord, als ruimtevaarders op planeet of spaceship Earth, dat we met elkaar de verantwoordelijkheid hebben als mensheid om ervoor te zorgen dat die leefcondities op die prachtige planeet die we hebben, toch ook niet alleen gunstig blijven voor onszelf, maar ook voor de toekomstige generaties. Mm-hmm. En dat is voor ons op dit moment een bijzonder grote uitdaging. Mm-hmm. Ik denk wat dat betreft dat het voor iedereen ook belangrijk is om na te denken over van ja, wat kan ik in mijn huidige leven doen om ervoor te zorgen dat dat in de toekomst van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen, ook een prettig leven blijft. Ja. En wat zouden mensen dan kunnen doen bijvoorbeeld? Ja, wat kun je doen? Het eerste waar je aan kunt denken is om te proberen je uitstoot te verminderen. Nou, er zijn verschillende manieren om dat te doen. Je zou wat minder kunnen autorijden. Nou, op Schiermonnikoog wordt al heel weinig auto gereden natuurlijk. Natuurlijk is het wel zo dat er vrij veel mensen pendelen. Daar zou je natuurlijk ook wat slimmer mee om kunnen gaan. Je zou elektrisch kunnen gaan rijden, nou, bijvoorbeeld Leeuwarden, Dokkum of Groningen. Wat ook een hele aardige is natuurlijk, kun je dieet aanpassen. Dat is natuurlijk een hele lastige. Ik ben er zelf een beetje mee bezig om te proberen in toenemende mate vegetarisch te eten. Nou, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Mm-hmm. Ja, want dat doe je niet alleen, dat doe je met je hele gezin natuurlijk. Maar ik merk wel dat het langzamerhand, ik denk dat het gezin op dit moment daar niet viel. Maar ik denk wel, ik denk dat we die vraag beter opnieuw kunnen doen. Dat kan wel uit. Als je ja zegt, dat je dat hoort. Nou, een ander ding wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, dat is het veranderen van je dieet. En in het bijzonder wat meer vegetarisch te gaan eten. Nou, dat valt nog niet mee. Ik probeer dat zelf thuis ook een beetje te doen. Dan heb je natuurlijk te maken met je gezin. Dat is best lastig om minder vlees te gaan eten, maar het is wel een manier waarop je emissies van kooldioxide behoorlijk kunt verminderen. Dus het is wel het overwegen waard. Ja. Daarnaast is het ook nogal gezond. Dus ja, het heeft ook direct persoonlijke voordelen om dat te doen. Echt met hele kleine stapjes kun je al zorgen voor een betere wereld. Nou, vegetarisch eten is best voor je leven een behoorlijke stap, moet ik zeggen hoor. Dat doe je niet zomaar 1, 2, 3, want ja, je hebt te maken met boodschappen wat je moet doen, je moet nieuwe recepten moet je bedenken. Dat is best wel ingrijpend. Maar uiteindelijk als je die verandering doormaakt, leer je om steeds gemakkelijker vegetarische gerechten te maken. En ja, dat schiet toch wel heel behoorlijk op. En als we nu weer specifiek kijken naar Schiermonnikoog, hoe denk jij zelf dat Schiermonnikoog eruit zal zien in 2050? Hoe het eruit gaat zien, ik heb geen idee, want de toekomst is natuurlijk ongewis. Ik heb wel een idee van wat ik graag zou willen zien van Schiermonnikoog. En ja, Schiermonnikoog is natuurlijk een parel van de Wadden, een heerlijk rustig eiland. Dus ik hoop dat het nog steeds zo'n heerlijk rustig eiland is waar heel veel mensen genieten van het natuurschoon. En ik hoop ook
dat het verduurzaamd is in die zin van dat mensen daar lokaal ook dingen gaan produceren die je daar ook lokaal kunt eten. Dus ik kan me voorstellen dat er hele mooie kansen liggen voor bijvoorbeeld de landbouw, om daar lokaal producten te verbouwen die ook lokaal worden vermarkt. Ja, dat is voor toeristen natuurlijk ook iets heel leuks om dingen te genieten die echt op het eiland zelf worden geproduceerd. Dus ik hoop dat ook te mogen meemaken. Maar ik hoop vooral ook dat dat ook een beetje blijft zoals het is. Wat zou uw boodschap zijn aan Schiermonnikoogers op het gebied van duurzaamheid? Wat zou u hen willen meegeven? Ik denk dat mijn belangrijkste boodschap is dat je niet te bang moet zijn en niet afwachtend moet zijn op wat andere mensen doen. Wat ik inmiddels heb geleerd dat richting duurzaamheid er ontzettend veel mogelijk is. En dat heel veel van die dingen ook economisch gezien prima uitvoerbaar zijn. Maar dat het heel vaak een situatie is dat mensen toch de kat uit de boom kijken. Afwachten van wat doen de buren. Op een gegeven moment moet je gewoon het lef hebben, moet je gewoon die stap nemen. En zo lastig is het niet. En uiteindelijk doe je het niet alleen voor jezelf, maar ook voor de generaties die na je komen. Ik denk wat dat betreft dat de meeste mensen op Schiermonnikoog dol zijn op het eiland. En ook zoiets hebben van dat willen we toch eigenlijk ook graag voor de generaties na ons toch over kunnen geven. Hè? Zeker. Ja. Je zei net niet kijken naar je buren. Misschien is dat voor Schiermonnikoog juist wel verstandig. Dat is kijken naar aanland. Kijk, als je kijkt wat er, je ziet wat er op dit moment op Ameland gebeurt, dat is niet niks. Daar is een enorm groot zonnepark is daar verschenen. Er is een school die al werkt als energiecentrale. En je ziet dat Ameland op dit moment hard aan de weg timmert om echt te verduurzamen. En om eigenlijk ook qua energie onafhankelijk te worden van het vasteland. Nou, eigenlijk vind ik dat ontzettend stoer. Ik wens ook ontzettend veel succes daarmee. Het is best heel erg lastig. Maar ze proberen het en ze hebben het lef. En het zou natuurlijk heel mooi zijn dat op Schiermonnikoog diezelfde stappen worden genomen. En dat Schiermonnikoog, net als andere eilanden, maar zoals zoveel gemeenten in Nederland, zoals zoveel gebieden in Europa en op de wereld, ook die stappen zetten om lokaal te zorgen voor energieopwekking. Dat je comfortabel leeft, maar ook in de wetenschap dat de energie die je gebruikt ook op een schone manier is opgewekt. Want dan geniet je, dan hebben we extra van de elektriciteit die je gebruikt. Want energie gebruiken is natuurlijk heel fijn. Iedereen houdt van comfort, maar het voelt beter als je weet dat die energie ook duurzaam is opgewekt. Dit waren de vragen die we hadden voorbereid. Is er misschien nog iets wat je zou willen toevoegen? Of nog iets wat je mist in onze vragen? Als je graag wilt vertellen. Zeilen is natuurlijk een hele duurzame manier van voortbewegen. Dus ik hoop in de toekomst nog heel vaak wat mooie Schiermonnikoog al zeilende binnen te mogen varen. Oké, dan wil ik je bedanken voor je tijd. Graag gedaan. En voor je antwoorden.